Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Wisselend bewolkt weer boven Nederland, maar moeten vooral naar die wolkenband ten westen van ons land kijken. Die komt naderbij en daar zit neerslag op. En dat betekent dat het in de loop van de ochtend in Zeeland al wat kan gaan spetteren en dat de bewolking van het westen uit toeneemt. Voordat dat allemaal gebeurt kan de zon nog wel schijnen. Het wordt 16 graden in de ochtend en vanmiddag 19 tot 22. De bewolking breidt zich verder uit, de neerslag ook voorzichtig. Het oosten van het land houdt het nog heel lang droog en daar gaat vanavond dan vooral wat regen vallen. En dan wordt het in het westen weer droger, met ook wat opklaringen erbij. Temperatuur in de avond rond een graad of 17. En dan morgen, ja, dan is het gewoon een droge dag met vooral in de ochtend veel zon. In de middag meer stapelwolken, maar geen neerslag, 20 tot 23 graden op de thermometers. De wind is meest matig uit het zuidwesten. Het is een vrij rustige dag met prima temperaturen. Zaterdag is het in het oosten het warmst, 23 graden, plaatselijk misschien net wat meer in het westen. Daar wordt het een graad of 18. Ook zaterdag meest droog, mogelijk in de avond wat regen en in de nacht naar zondag een enkele bui. Zondag dan weer meest droog weer en 20 graden en maandag verandert er ook weinig. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.